Kijkers, Evertwaf participeert sinds woensdag 27 november aan de KKF jaarbeurs. En wel in sectie B van de food court naast de traditionele opzet voor het inzamelen van donatiemiddelen verkopen we ook eten, drinken en natuurlijk ook kerstbrood tegen een heel zacht prijsje. We brengen u het volgende evaluatieverslag hierover. Het is de derde dag van de jaarbeurs 2019 en wij van 1 voor 12 zijn ook op de beurs. En we zijn er met een speciaal doel. En voor welk doel dat is, gaan we naar de voorzitter van 1 voor 12. En wij vragen aan hem met welk doel 1 voor 12 op de beurs staat dit jaar. We hebben besloten dit jaar kerstviering te organiseren voor kinderen die het heel moeilijk hebben. En daarvoor staan we op de beurs. In principe staan we elk jaar op de beurs. Maar meer om kerstviering voor kinderen die het moeilijk hebben. En daarnaast wat wij meer hebben verdiend dan wat we gevraagd hebben dat wij willen krijgen, doen wij aan sociale activiteiten. Mensen die wij tegenkomen met verschillende noden, helpen wij die mensen. Het is vandaag de derde dag. Hoe is de, noem het maar, de opbrengst tot nu toe? De opbrengst van de eerste dag hebben wij in totaal 3.500 SRD kunnen ophalen. Maar dat is all in met het verkopen van warme maaltijden en inclusief de geldbussen samengeteld. En ja, dat is de eerste dag. En de tweede dag hebben wij iets minder kunnen halen omdat het geregend heeft. Was ongeveer 1500 SRD. En vandaag is nog niet geteld de derde dag. En ja, van vandaag kan ik nog niet zeggen. Maar we streven om ons doel te bereiken. En als dat niet het geval is, gaan we bedrijven schrijven om ons te ondersteunen. Om ons doel te bereiken hebben wij een budget. En dat willen wij hebben, krijgen. Iets meer dan 60.000 SRD. Als we dat hebben bereikt, dan kunnen we de kinderen blij maken. U zei het daarnet al, u verkoopt ook eten, of tenminste de stand verkoopt ook eten. Wat kunnen de mensen allemaal uit de stand van 1 voor 12 halen, dagelijks? We hebben dagelijks heriheri, soepsoorten, barbecue kip, barbecue varken, carbonade, kip, vis. Verschillende groentesoorten. Kom maar op ons. Ik wil de mensen oproepen om ons stand te bezoeken. Als jullie zelf wat wij allemaal hebben. Onlangs hebben wij een droevig bericht ontvangen. Namelijk het overlijden van Pakimi. Kunt u de mensen thuis vertellen wat er precies is gebeurd en wat er gaat gebeuren? Nou, wat er gebeurd is, is dat hij thuis is overleden. En wij van 1 van 12 hebben besloten hem te begraven. En dat gaan wij op 4 december doen. En waar vindt de begrafenis plaats? Rahim al buiten. We hebben deels Rahim al buiten wordt hij begraven. Maar vanaf maandag dan gaan de mensen de bekendmakingen horen en kunnen volgen. Tenzij iemand wat wil doen voor 1 voor 12 om de kosten te minderen, dan zullen we dat op prijs stellen. Maar wij hebben tot nu toe niemand die ons benaderd heeft met betrekking tot de familie om de kosten te helpen betalen. Als dat het geval is, dan zullen wij blij zijn om iets minder in ons zak te gaan om onze activiteit waar wij gepland hebben makkelijker voor te kunnen zetten. Oké, de laatste vraag die ik meestal stel als ik met u in gesprek ben is: wat zijn de komende activiteiten van 1 voor 12? De komende activiteiten na onze kerstviering hebben wij 23 maart wordt 1 voor 12 15 jaar en dat willen we redelijk goed vieren. Dat is dus iets waarnaar men moet uitkijken. Helemaal. Ide ngagrani, anaga doani, di kade yepi, omen sosialen swakisma, bebeki masragado, ide wadeki matra.
naast ook successen, want kijk, vele mensen zijn geholpen uit de nood. Of je is maar voor uit de voek, 1 voor 12 na een code. Link wat jaja sranna mang de roepa sranna volk op. Kraka 1 voor 12 bakka, pika den no moesu stop. Hoe je hebt de mofina, want die abwallo probleem voel ons op. 1 voor 12 zet hem op, don't give up, keep it up. We actie zijn een excellent. Mama sra nafka langa wadu gain for 12 fuka yem de poti wa ati fes male wuro putranga en se perdina at ma wismas tu ruina assembly let's go foot to frustra nam. We beg you, Masra Gado. Ide wa ne ki wata. Ude kangro. Koboro fara. Mi follow. Papa Bisman no be a presi putang. And no be a noti funyang. Trawana se ikri ki de betang. Papa Bisman no be ma fen muroko. No be ma guascoro, de ma sef no be a pomoro, ma di de nanka ain't for 12 euro, be smile pour de uita di te cha de guascoro, ga do blessing and then a free moro, darom ain't for 12 busco doro, oh yeah, so am un programa di un eye pismano mafadon, me crezi que was tu nangalo. Vanaf woensdag 27 tot 30 november is het bedrag van 15.380 SRD opgebracht. Bestaande uit inzamelingsgelden en gelden opgebracht door de verkoop. De inkomsten zijn ten behoeve van de geplande viering van kerst met kinderen. Wij roepen de gemeenschap op om bij onze stand langs te komen voor ondersteuning. We hebben het nodige geldsbedrag nog niet gehaald met wat we tot nu hebben ingezameld. Als u wilt doneren om onze kerstviering te ondersteunen, bent u ook van harte welkom op onze secretariaat aan de Van Sprangweg nummer 8 op Saron. U kunt ook sms'en. U sms't help de mens in nood naar het nummer 1912. Dan helpt u ook doneren ten behoeve van onze sociale projecten.